Dinsdagavond is de brandweer opgeroepen voor een voertuigbrand op de A50 ter hoogte van de Somp. De auto raakte in brand onder het rijden. De bestuurder heeft de auto op tijd aan de kant kunnen zetten op de vluchtstrook. De brand was snel onder controle en de auto is later afgesleept door de bergingsdienst. Door de inzet was er één rijstrook tijdelijk afgesloten.